Goedendag. Het weekeinde staat voor de deur. En het weekeinde belooft ook vrij zacht te gaan verlopen. En dat hebben we natuurlijk al een reeks dagen gehad. En we zien dan ook dat hier en daar gewoon de bomen aan het uitlopen zijn. Zoals op deze foto die in Winterswijk werd gemaakt. Nou, ik gaf het al aan. Zaterdag en zondag saai weer. Veel bewolking. Grijs is het. En ook erg zacht. Dit is de kaart voor zaterdag. Dan zien we temperaturen zo rond de 9 graden. In de middag. Met dus veel bewolking. In de ochtend kan het zelfs wat mistig zijn. En soms kan die bewolking ook nog dik genoeg zijn. voor een spatje motregen. Dat geldt voor de zaterdag. Maar dat geldt ook voor de zondag. Waarschijnlijk is het op zondag overal net een graadje minder zacht. De wind waait uit noordelijke richtingen. Is zwak tot matig. En omdat dat wolkendek constant. Aanwezig is, zijn de nachttemperaturen nauwelijks anders. Volgende week gaan er wel dingen veranderen... want na maandag gaan de temperaturen in eerste instantie flink onderuit. U ziet hier maxima staan van 3 tot 4 graden. En ook in de nachten gaat het dan koud worden. Het gaat dan ook weer licht vriezen. Maar wat er na woensdag gaat gebeuren is allemaal erg onzeker. U ziet hier een weersymbool met natte sneeuw en temperaturen rond de 3 graden. Het is maar de vraag of het dat ook echt gaat worden. Ik kan het het beste laten zien aan de hand van de pluim. De weersverwachting voor de komende 15 dagen... Dan valt allereerst het eerste stukje op. Dat is het komend weekende en de maandag. En dan zien we nauwelijks spreiding in de verwachtingen. Met andere woorden, dat is allemaal vrij zeker. We zien ook heel duidelijk de kou die er vanaf dinsdag in gaat komen. De temperatuur gaat flink onderuit. Maar dan gaat die onzekerheid toenemen. Hier die donkere kleur rond die rode lijn. Dat geeft allemaal onzekerheid aan. En dat is dus natuurlijk ook dan precies zo rond het kerstweekeinde. Ook de kerstavond. Allemaal erg onzeker wat er precies gaat gebeuren. Gebeuren, krijgen we een westelijke stroming met wat zachtere lucht of blijft toch de koude lucht vanuit het zuidoosten binnenschuiven? Er zijn allemaal opties die open zijn. En dat betekent dat er nog heel weinig is te zeggen over het weer tijdens de kerstdagen. Als we nog even naar de neerslag kijken, dan zien we wel dat er echt wel ook sneeuwkansen zijn. Want ja, er zijn koude oplossingen. En als dan de bewolking wat dik genoeg wordt, dan kan er in plaats van regen ook sneeuw vallen. En we zien die sneeuwkansen dan ook vanaf donderdag enigszins toenemen. Over het algemeen is het lichte sneeuwval. Maar voor de duidelijkheid, er kan dus ook gewoon regen vallen. Voorlopig weet ik het eigenlijk nog niet wat er nou precies gaat gebeuren in de loop van volgende week. Laten we dus eerst maar eventjes door dit zachte weekend heen, want dat gaat het zeker worden. En dan zien we maandag de nieuwe weerkaarten. Hopelijk geven die meer duidelijkheid. Fijn weekend.